Vier sterren. Ik zie allemaal video's. Dit dus is een soort van sim YouTube denk ik. Je bent trending. Vet hoor. Oh, hartstikke mooi. We hebben dus een nieuwe hashtag uit. Hey kijkers van XL. Welkom weer terug hier zo bij een nieuwe Sims 4 aflevering. Welkom dus weer zo bij aflevering 89. We tikken bijna de 90 aan, dus hierna. Natuurlijk, jullie kunnen ook wel tellen, neem ik aan. <laughs> in ieder geval, welkom dus weer terug hier zo. Uh, we beginnen het weekend gelijk lekker vroeg. Het is kwart over zes ochtends in het weekend op zaterdagochtend. Om kwart over zes in de ochtend op zaterdag ben ik normaal gesproken nooit wakker. Want dan leer ik nog echt lekker zes uur in bed ofzo. Omdat ik dan... Dan ga ik misschien net naar bed. Laat ik het zo zeggen. Ik heb het... Oh, wacht. Oh, wacht. Shit, wat is er aan de hand? Nee. Oh, god. Het begint gelijk erg. Shit. Shit. Oh, wat een drama. Jezelf blussen. Spring in het zwembad. Oh, ja. Is ook goed. Spring in het zwembad. Rennen, rennen, rennen. Niet doodgaan. Spring erin. Ja. Wow, yo. Dit was eventjes een... Eventjes een, 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 een beginnetje wat niet de bedoeling was. Wow, sorry. Uh, we hebben 1700 euro van de verzekering ontvangen als vergoeding voor de voorwerpen die tijdens de brand beschadigd zijn geraakt. Oké, okay, dankjewel. En dat is dus het fornuis en een aanrecht. Jeetje, jongens. Oké, okay, dit kunnen we dus gewoon vervangen. Uh, 4000 euro en we proberen juist netjes te doen. Kan je nagaan. Oké, okay, vervangen dan maar. En die ook vervangen. Oh, dit is eventjes zonde. Wat gebeurde daar? Ineens vloog het in de fik. Nou, een heel raar begin. In ieder geval, doe alvast dat blauwe duimpje omhoog dus op deze nieuwe aflevering. Ik hoop dat je hem weer leuk gaat vinden. Het begint gelijk heel spannend dus. Wat eigenlijk totaal niet de bedoeling was. Maar ik had het dus de vorige aflevering over laat naar bed gaan en zo. Zes uur is al echt overdreven hoor. Dat is alleen als ik misschien te lang doorga met een feestje of iets. Uh, als jij nu bijvoorbeeld 12, 13 jaar oud bent, dan denk je van Gio, what the fuck, tot zo laat. Uh, wacht maar tot je wat ouder bent. Tot drie jaar ouder bent. Dan snap je dat, denk ik, wel. I ja, of totaal helemaal niet. Wij gaan gewoon eventjes lekker verder hier zo met de familie natuurlijk. Want ik ben best wel even geschrokken van wat er net dus plaatsvond hier zo: een brand. Maakt verder niet uit, maar ik ben dus ergens achtergekomen en dat is dat Jasper op 92, of hoeveel procent, 96% zit met charisma. Dus dat betekent bijna level 10 en dan hebben we dus eindelijk na al die afleveringen hebben wij hem in niveau 10 gekregen van charisma oefenen. Ik heb het al zo vaak gezegd, ik weet het, dat ik dat ga doen, maar dit is dan echt 100% de aflevering... Waarbij dit ook echt gaat plaatsvinden. Dus ik laat hem daar eventjes lekker bezig zijn. Hij is al. Wel... Is hij nou moe of loopt hij nou gewoon omdat hij zo oud is? Volgens mij loopt hij echt zo omdat hij zo oud is. Nou ja, ik laat hem lekker bezig. We krijgen uh, vanzelf wel een melding straks. En met Paul. Jullie hadden bij de vorige aflevering uh, een keuze: dat was dus of ik hem met Sofia moest laten gaan, of dat ik met hem toch maar eventjes iemand anders moest gaan zoeken. En eigenlijk zei toch wel het merendeel van Gio. Laat die Sofia maar. Laat haar maar. En anderen zeiden weer van: Oké, okay, je moet toch wel met haar gaan. Dus het is nog steeds een beetje twijfelachtig wat ik nou precies met hem moet gaan doen. Ik ga denk ik gewoon voor twee meisjes. Klinkt heel erg playerachtig. Maar ik ga gewoon eerst proberen Sofia te fixen. En tegelijkertijd ook gewoon een ander meisje. En. Niveau 10. Jasper kan nu viral video's uploaden en de baas opbellen om te onderhandelen over een promotie. We zijn YouTuber. We zijn YouTuber. Eindelijk. Oh, eindelijk! Ik ga het gelijk doen. Viral video's, dat betekent dus dat we gelijk heel veel volgers krijgen, waarschijnlijk. Uh, dus, jij komt hier even weg. Want, dit is even nu het kantoortje van Jasper. Tessa, kom eens, uh, Tessa, ga maar even dweilen. <laughs> oh, dat is een meisje dat gelijk dweilen. Zo bedoel ik dat niet, hè, rustig. Uh, wat we gaan doen, is dus even naar de PC. Ik ben echt benieuwd hoe dit dan kan. Charisma. En dan viral video uploaden. Oh, nu ben ik echt benieuwd hoe erg ze volgens omhoog gaan. Hij is wel natuurlijk al aan de oude kant. Dus ik weet niet of er nou nog echt graag mensen naar hem ja. kijken. Maar we gaan het uittesten. Dus loop naar de PC. Oh, hij loopt ook echt Hij loopt inderdaad. Dat kan ook komen door de spieren misschien. Dat hij zo erg gespierd is. Dat hij zo raar naar voren loopt. Maar dat weet ik niet. Oké, okay, een viral video. Dan krijgen we straks een melding. Maar wat voor melding? Ik ben benieuwd. Vier sterren. Ik zie allemaal video's. Dit is een soort van sim-youtube, denk ik. Ik zie daar paarden, buikglijders. Oké, okay, het is afwachten wat hij gaat uploaden. Ik ben benieuwd wat zijn ideeën zijn als een viral video. Ik ben het het trouwens opgedweld. Ja, oké, okay, top. Is er nog iets anders in het huis? Oh ja. Oh, ik kan hier echt naar blijven kijken. Letterlijk, ik kan niet stoppen. Kan niet stoppen, kan niet. Oké, okay. en hoeveel volgers hebben we nu? Dat wil ik eigenlijk wel gelijk zien. Totaal aantal volgers bekijken. Hij kan trouwens ook zijn baas opbellen, dus als promotie. Alleen hij heeft geen werk, dus dat is een beetje jammer. Maar we zijn gewoon YouTuber geworden. Na zoveel tijd zijn we eindelijk YouTuber geworden. Jasper heeft 102... Oh, oh het is wel met 50 omhoog gegaan, volgens mij. Oké, okay, we gaan gewoon nog een keer proberen iets uh, up te loaden of... Oh, dat kan niet meer. Dan nieuwe hashtags uitvinden. En ik zag in ieder geval dat Bart hier zo... Zo, het wordt druk in de sauna. Is... <laughs> en is zit iedereen hier zo in de sauna. Ik weet niet waarom, maar oké. Okay. Uh, wat ik dus met Bart wilde gaan doen is zijn uiterlijk veranderen. Want jullie vonden zijn haar echt vreselijk. Maar dan ook echt vreselijk. Uh, dus dat is misschien wel eventjes inderdaad om iets aan te passen. Want het lijkt een beetje vrouwelijk nu. Dus uh, ja, het, het, het is eventjes iets om aan te passen. Maar ik wil hem ook eventjes laten trainen. Omdat zijn spieren nog niet echt geweldig ontwikkeld zijn. Dus daarom laat ik hem ook maar gewoon even in onze eigen sportschool. Maar het, het, het echte waar ik nu heel erg blij mee ben. Is dat ik eindelijk YouTuber ben in de sims Dat ik eindelijk viral video's kan uploaden En dat heb ik nog nooit gekund Dus dat vind ik wel heel erg leuk Oké, okay, hij gaat fitnessen, dat is mooi Dan gaat hij de naam even uh, zijn uiterlijk aanpassen En wat ik dan... Wow, wat is dit? Oh, die heeft Tessa gemaakt Ah, kopie maken, nee, doek inlijsten Ja, naam, geen titel Geen titel Dat is de, de naam die we er gewoon aan gaan geven Ja, zo en dan af en aan laten en verkopen. Daar verdienen we ook weer geld mee, natuurlijk. Dus dat is hartstikke handig. Aangezien we geen cheats meer doen met geld. Uh, maar wat ik dus wilde zeggen, wat ik nog met Bart wil gaan doen. is ook misschien een Chickie gaan uh, zoeken. En misschien dat ene meisje wat natuurlijk bij ons langs kwam. Die hele mooie, die ook op de thumbnail staat. Uh, van de vorige aflevering. Dat dat misschien zijn vriendin kan gaan worden. Alleen als jullie daarmee instemmen. Want ik vond het een heel mooi meisje. En ik vind het dus ook echt gewoon een type voor hem. Als hij zijn haar dan een beetje. Ja, normaal doet, zeg maar. Want ik vind het echt totaal niet bij zijn gezicht staan ook. En we zijn hem ook zo totaal niet gewend. Maar. Heb je het. Oh, ze heeft het schilderij al verkocht. Oké. Okay. Ik weet niet hoeveel er, mee, hoeveel er mee verdiend is. Maar niet zoveel volgens mij. Want ik zie niet echt een groot uh, verschil hier op onze bankrekening. Maar wat ik dus ook wil doen. Ik, ik wil zoveel doen deze aflevering. Ik ga met Jasper. Kom eens eventjes hier zo eruit. Is het zo dat als ze ouder worden, dat ze sneller de sauna ingaan ofzo? Het zou best kunnen namelijk. Wat we dus gaan doen met Jasper is eventjes... Uh, kom even hier naar het zwembad. Hier men een kletsen kan ook, ja. Uh, ik wil met jou gaan reizen. Want hij heeft dus door zijn charisma, wat in niveau 10 zit... Vierde verjaardag van Luc met een uitzinnig verjaardagsfeest. Oh, Luc wordt ook alweer bijna jarig. Nou, maar omdat hij dus zo hoog is in charisma... Kan hij leningen van mensen vragen qua geld. Dus ik denk dat wij gewoon naar een openbare plek gaan. En dan gaan we gewoon even iemand aanspreken. En kijken of we die dus om geld kunnen vragen. En dan betalen we het gewoon nooit meer terug, snap je? Dus dan krijgen we gewoon geld eigenlijk. En dan hoeven we het ook nooit meer terug te betalen. Is misschien wel heel handig. Uh, dus ik ga eventjes met hem reizen. Ik neem wel iemand mee en dat is. Zo, heel veel keuze. Ik neem Melanie gewoon mee. Of die moet. Oh, die moet denk ik vandaag ook weer werken. Om 4 uur moet die werken, dus dat is misschien niet zo'n slim idee. Ik neem. Clara, dat kan ook, maar dat gaan we niet doen. Ik neem Luc mee. Ja, twee mannen naar het park en we gaan gewoon een soort van mensen oplichten. door geld van ze te vragen: van hey, kan ik dit lenen? En je betaalt het gewoon nooit meer terug. Niet in het echt doen, want je komt echt in de problemen. Oké, okay, maar wat is een mooie plek? De het Hazenplein Haas en Egel Koffietent. Dat ziet er wel leuk uit. Zullen we daar naartoe gaan? Of dit? Herberg Oudkwartier Bar. Daar zijn we nog nooit geweest. Een herberg. Dus daar moeten ook wel misschien wat domme wezens rondlopen die er gewoon intrappen dat wij geld van ze vragen. Ik zou nooit zomaar geld lenen aan een vreemdeling die ik, waarvan ik niet eens weet waar die woont. Maar ja, in de sims, daar kan alles. Oké, okay, herberg, oud kwartier. Oh, hij moet misschien wel eventjes... Oh, is er serieus niemand hier? Jawel, toch? Oké, okay, nou, doe eventjes je kleding aan. Oh, kijk trouwens, de spieren. Die zijn helemaal, helemaal ver, verhangen, of hoe noem je dat? Ik zou het niet weten. Alledaags. Of nee, wacht, we gaan in pak. Outfit wijzigen, uh, nacht, nee, formeel Ja, even kijken, is dat net? Ja, dat is best netjes Oké, okay, nou, we zien er totaal niet uit er is iemand die, die andere mensen gaat oplichten Wel een beetje hoor, maar dat maakt eventjes niet uit uh, Wat kunnen we bij haar doen? Kunnen we haar dan serieus om geld vragen? Meer ke oh, wacht, hier, om kleine lening vragen Oh, je kan ook om een grote lening vragen dus Dat gaan we bij de volgende vrouw doen We gaan gewoon meerdere mensen proberen op te lichten Even kijken Dus kunnen we aan jou geld vragen? Wat ga je daarop zeggen? Ik denk dat ze. We, we begroeten er ook eerst. eventjes. en we vragen gelijk om geld. Slechtste openingzin ooit, maar oké. Okay. Oh my god. 500 euro hebben we gekregen. Alsjeblieft, Jasper, yes. betaal me maar terug wanneer het uitkomt. Nou, nooit dus. Thanks. Even eens kijken bij deze vrouw. Vrolijke kennismaking. Oh, betoverende kennismaking kan ook. Volgens mij heb je er echt heel veel voordelen aan als je Sim heel hoog is met charisma, zoals je kan zien. Want we kunnen dus gewoon om geld vragen en alles wat we willen. En dat is misschien wel heel erg handig. Nou, we zijn weer terug. Sorry, mijn sims liep heel eventjes vast. Dus vandaar, maar dat maakt eventjes niet uit. We zijn in ieder geval weer terug in deze bar hier zo. En we kunnen dus nu in plaats van aan die andere vrouw, aan Bjorn, een grote lening vragen. Maar we kunnen een betoverende kennismaking doen. Omdat dat dus, ja, dat kan met charisma. Dus dat is een heel groot voordeel wat je dan hebt. Dus misschien is dat wel handig als je dat ook bij je eigen sims doet. Uh, maar we wachten dus eventjes. Oké, okay, wow. Oh, dat is, is dit een betoverende kennismaking? Oh, wacht, dat is flirterig of iets. Oh, dat was niet de bedoeling. Maar daar is hij wel heel goed in. Dus, dus zelfs bij een man kan hij dit goed, hè? Besef eventjes dat hij gewoon zowat iedereen kan versieren bijna. Omdat hij zo goed in, uh, in praten is. Maar ik wil hem dus om een, 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 een grote lening vragen. Kan dat? Ja, om grote lening vragen. Ik denk dat dat dan rond de 1000 sim dollars zit. Maar als we dat 10 keer doen, dan zitten we gewoon weer. Oh, 2000 zelfs. Wow. Wacht, dat gaan we nog een keer doen. Uh, dat gaan we nog een keer doen. Maar kan, blijft hij dat dan ook echt geven? Want die man die raakt toch ook een keer blut? Maar dat betekent dus dat we op die manier gewoon weer... Oh, lening terugbetalen. Ah, wacht. Om kleine leningen nog vragen dan. Oh, daar is die vrouw die er trouwens net ook weer was. Wow, dat is veel dit. Maar op deze manier zouden we dus inderdaad wel weer terug kunnen komen op die 100.000. En als we dus gewoon Bjorn zouden vermoorden, dan hoeven we ook dat geld nooit meer terug te betalen. Besef dat eventjes, hè? Best wel erg, maar zo lichten we ze dus eigenlijk wel op. Oké, okay, kunnen we deze man ook om een grote lening vragen? Ja. Dan die vrouw nog? Dan zitten wij gewoon straks weer op 100.000 simdollars. Dat zou even mooi zijn. Meer keuzes. Om grote lening vragen. Oh, hij geeft het niet. Oké, okay, Kevin doet het niet. En zij dan zeker ook niet? Zij wijst ons zeker ook af? Nee, niet? Oké, okay. dan, dan, ja, dan gaan we ook boos tegen jou. Ze wijst ons dus wel af trouwens hoor. Andere Sims zwart maken. Oh, we gaan Bjorn zwart maken. Terwijl hij ernaast zit. Hé, hey. en hij heeft ons net 2500 Sims-dollar gegeven. En dan gaan we hem nu even zwart maken dat het gewoon. Oh, ik zal zelf met Bjorn gaan praten. Oké, okay, nu gaat ze zelf met Bjorn praten dus. Ze is boos op hem. Bjorn is echt gemeen, je had helemaal gelijk wat hem betreft. Oh! Hij heeft ons net 2500 euro gegeven en nu gaan we zo slecht over hem praten. Kan je nagaan wat gemeen Jasper nu dus eigenlijk is? Dit is best wel erg. Maar dit is wel een slimme manier om dus geld te krijgen van mensen. Alleen, ik denk dat je het niet te vaak moet doen, want dan gaat je status in de buurt wel echt een hele verkeerde kant op. Maar wij gaan weer snel naar huis, want we weten dus nu wel dat dit zo werkt. Dat is wel hartstikke leuk. En misschien in de tijd dat wij weg zijn geweest, hebben we er alweer wat volgers bij gekregen op ons social media-netwerk. Dat zou ook misschien wel leuk zijn. Luke, als je ook naar huis komt. Oh, kom, dadelijk word je Benizu nog donker gevoerd hier zo. Dat is niet nodig. Dus je gaat ook lekker naar huis. Kom, jongen. Stop met praten en ga naar huis. Zo, we zijn weer thuis terug aangekomen. En wow, we beginnen hier gelijk met een zoenende Luke en Ella. Ehm, <laughs> um, Ella, ga weer lekker terug naar huis. <laughs> ja, lijkt me beter. Maar we hebben dus een hele slimme manier om nu dus geld te verdienen. Dat is wel eventjes heel handig dat we dat weten. Als we nu gewoon die rekening niet terug hoeven te betalen tenminste. Of die lening dan. Uh, want gaan ze ons dan... Gaan ze zeuren aan ons? Zeuren tegen ons? Komen ze aan de deur dat ze het geld terug willen? Of wat? Hoe gaat dat in zijn werk straks? Of gaan er ineens spullen uit het huis verdijnen die zoveel geld waard zijn? Je weet het maar nooit. Ik zie hier trouwens weer iets wat kapot is. Dus als je dit eventjes gaat repareren Jasper. Dan ga ik nu... Met Bart zijn kleding aanpassen. Want het kan echt niet. En zijn haar. Dus, alsjeblieft, kom je naar een kledingkast. Of nee, wacht, dat is niet eens nodig. We moeten eigenlijk gewoon je, je uiterlijk veranderen. Je haar is het belangrijkste. Want je gezicht is alles goed. Je kleding moeten we straks ook wel eventjes doen. Maar eerst dat haar in een andere stijl. Want ik vind het echt vreselijk nu. Oh, kijk, Jasper heeft het like, netjes gemaakt. Kan je dit ook gaan opruimen? Onderdelen verzamelen. Misschien is er nog wat leuks in te vinden. Dat doen we eigenlijk nooit namelijk. Ah, oh, dan gaat hij met zijn knieën in het natte plasje hier zo zitten. Gadverdamme, dat is je hele broek nat. Dat is zo vies. Oh, oké, okay, nou we gaan in ieder geval naar het uiterlijk van Bart nu. Oké, okay, nou niet jouw uiterlijk. We gaan natuurlijk naar Bart. Hier zo. Eh, uh, je ja, haar. Dat is echt even iets wat veranderd moet worden. En wow! Dit kapsel hebben we nog niet vaak gehad. En het staat hem nog best goed ook. Oké, okay, we gaan het hier gewoon bij laten. En dan gaan we die ketting van je afdoen. We doen even je broek uit. Ja, oh, klinkt heel raar dit. Je sokken doen we uit. Um, nou, dit doen we dus ook uit. Waar is de ketting? Oh, die staat die zeker niet. Oh, hier dan. Juist, oké. Okay. Nou, je mag inderdaad nog ook wel een beetje naar de sportschool gaan. Zijn armen wat trainen. En wat kunnen we dan als kleding doen? Oh, nee, dit... wacht. Die staat nog best redelijk. Of misschien een ander kleurtje. In het geel. Ik denk dat ik het hier zo bij laat. En dan nog eventjes wat leuke stoere gimpen eronder dit. En dan in het wit. Ja, kijk, we hoeven niet weer van die Nikes te hebben, want die doen we elke keer. Ik hoop dat jullie hem zo een stuk leuker vinden. Ik in ieder geval wel. Alleen nu nog even kijken hoe hij er dan in het echte uitziet. Ik hoop ook wat beter. We gaan het zien. Bart, hoe zie je eruit? Kom eens even draaien om. Oh, ik zie het al in de spiegel. Kijk, hartstikke mooi. Als het nu nog wat gespierder wordt, dan staat het bloesje misschien ook wat leuker. Wat bredere schouders. Dus kom maar ook even weer fitness hier zo. Want. Oh, wacht. Nee, niet Luc. Ik bedoel Bart. Leuk om hier fitnessen, trainen. Oh, kijk, dit zijn nu broers dus, hè? Het zijn best leuke broers, toch? Als we eerlijk zijn, het zijn best leuke broers. Ah, Bart is dus nu. Oh, dit is de eerste keer. Serieus, het is de eerste keer dat hij op zo'n fitnessapparaat gaat, volgens mij. Ah, dat is wel een beetje tegenvallend. Hij is alleen nog maar tiener ook, dus dat maakt niet heel erg uit. Maar hij mag al wel wat gespierder gaan worden. Dus als hij gewoon nul gaat fitnessen. Het hoeft niet zo erg gespierd natuurlijk als de Jasper is, want dat is gewoon niet meer mooi. Ook al ziet het er wel nog getraind uit zo op zo'n oude dag. Maar ik vind dat niet echt nodig bij, um, ja, bij Bart. Wat ik dan dus weer wil doen, want het is toch weekend. Ik ga eventjes kijken met uh, Paul. Of wij dus naar Sofia kunnen gaan. Of in ieder geval ergens naartoe waarbij hij een chickie kan fixen. Of wij gaan... De flinke donatie van Melanie is niet onopgemerkt gebleven. Het goede doel heeft een naam toegevoegd aan de muur met doneren. Oh mijn god, Mel gaat zomaar wat doneren. Oké, okay, wauw. Thanks, daar zat ik niet eens op te wachten, want we willen zuinig zijn. Maar wat ik dus wilde zeggen is dat wij vanavond, uh, zaterdagavond, ook misschien uit kunnen gaan uh, naar de nachtclub, want er zullen vast wel wat mensen zijn dan in die ene nachtclub waar we de vorige keer waren, waar dus overdag helemaal niemand was. Alleen ik denk vanavond dat er wel iemand is, want het is niet voor niks een nachtclub, dus dat is misschien wel een goed idee. Alleen ik dacht dan: wat als we eventjes gewoon met Paul hier zo een beetje gaan oefenen met de muziek? Dus gewoon dat we gaan oefenen en dat we daar misschien wel beter in kunnen worden en dat we een echte DJ kunnen worden en dat is ook op dat feest. Snap je? Dus dan zijn we echt de coole guy. Wij zijn de DJ. Alle chicks komen naar ons toe. Weet ik niet of dat zo is. Maar dat gaan we gewoon, daar gaan we gewoon wel van uit. Dus daarom ga ik hem eventjes laten trainen hier. Zo, of oefenen. Trainen klinkt een beetje raar op dat DJ ding. Kijk. Klinkt gelijk een stuk beter. Ga je dansen Jasper? Kom. Muziek, muziekgenre. Oh, waarom, waarom komt iedereen naar buiten? Kijken. Oké, okay, ja. Kom, we gaan gewoon kijken. Oké, ook kijken. Dan gaat Luc... Want ik zag dat Ella bijna jarig was. En Luc is trouwens zelf ook bijna jarig. Of die is al jarig. Uh, gaan we toch maar eventjes twee taarten bakken? Want dan worden hun allebei volwassenen. Want ze zijn nu nog steeds jongvolwassenen. Dus welke taart wij gaan maken is niet een witte taart. Of. Oh, dat kan hij alleen maar maken. Oké, okay, dan moeten we een witte taart maken. Jammer dan. En daarna nog een chocoladetaart misschien. Ja. Oké, okay, dus twee taarten. Eén voor hem en één voor Ella. En dan zijn ze dus ook alweer volwassenen, toch? Want ik zeg het toch goed dat ze jongvolwassenen zijn? Volgens mij wel. Ja, kijk, hij wordt volwassenen vandaag. Dus we moeten wel e echt even zijn verjaardag vieren. Want anders is hij weer zo triest. En dan is hij weer zo jammer dat hij uh, niet volwassen is. En dat... dan vindt hij het weer jammer dat zijn verjaardag niet gevierd is. En dus is ik ook niet echt op te wachten. En wat doe jij nou weer hier? Kom eens trainen, jongen. Ik had jou hier zo op de sportmachine gezet. Of is er wat anders aan de hand met jou? Honger, sociaal. Nee, kom gewoon lekker trainen, joh. Trainen tot het uiterste. Hij is wel ongemakkelijk. Enorm uitgeput. Ja, door trainen. Oh, uh, het is een luie Sim. Ah, vandaar. Het is een luie Sim, dus daarom traint hij ook niet echt graag. Oké, okay, dat is te begrijpen. En hij is lekker bezig hier. Oké, okay, nu klinkt het echt voor geen meter meer. Nee, het klinkt voor geen meter meer. In ieder geval, wij gaan vanavond dus rond een uur of negen gaan we naar die discoclub daar zo. En dan gaan we gewoon door tot een uur of uh, drie in de nacht. En dan hoop ik dat we misschien Sophia daar tegenkomen. Alleen dat denk ik niet, maar het zou kunnen. Uh, of we nodigen er gewoon uit daar zo. En anders is het gewoon een ander meisje wie we moeten gaan fixen. En ik zie dat Melanie over een uur naar het werk moet. En gaat alles goed met haar. Dus niet dat ze straks ineens gezeik krijgt weer op het werk. Kom eventjes plassen. meid. En ze heeft nog honger. Dus als ze nog eventjes een korte snack neemt, dan is ze gewoon helemaal goed op het werk. En doet ze niet weer slechter best. Want hoe gaat het met de prestaties nu? Even kijken. Uh, waar zagen dat, zag dat ook weer hier zo? Ah, oké. Okay, het is er weer omhoog gegaan. Dus de uh, laatste dag heeft ze heel goed gewerkt. Dus ik hoop dat ze ook binnenkort weer promotie gaat krijgen. Of de eerste promotie is dat dan dus. Misschien dat Jasper dan ook daarmee kan praten met die baas van haar. Maar ik denk dat het alleen met zijn eigen baas is. Daar denk ik dan aan. Energieke sms sturen. Ja, ik denk alleen met zijn eigen baas uh, bellen voor promotie. Dat is dan jammer, want hij heeft geen werk. En dat heeft hij ook niet echt nodig dan meer, vind ik. Hij heeft nou eenmaal zijn viral videos. En even kijken, want ik wilde dus nog zien hoeveel volgers hij nu had. Kunnen we ook doen op de PC beneden trouwens, want er zit nu niemand achter. Tessa staat er altijd te dansen trouwens, hè? echt altijd. Oké, okay, totaal aan te volgens bekijken. Stop maar met kijken daar zo. Laat eventjes Paul gewoon uh, zijn ding doen. En Mel, stop ook maar. Ga naar het toilet. Oh, die moet nu al. Oh shit, ze moet nu naar het, naar het werk. Oh, dadelijk komt ze weer. Oh, ze komt te laat. Oh, dat was niet de bedoeling. Die doet ze dus nog een beetje slechte best dus. Nou, ga gewoon naar je werk. Nee, niks drinken, gewoon werken. Kom, op Slechte indruk, dit. Shit, dat was niet de bedoeling. Oké, okay, hoeveel volgers hebben wij. 100. Huh? Wow, we hebben gekke een followers gekregen, hè? Ineens is. Iets... Dat kan dus ook. Ineens iets van 25 volgers eraf. Oké, okay, dat is niet de bedoeling. We gaan eventjes nog nieuwe hashtags uitvinden. Want het... we zaten op 152 en nu zitten we op 127. Dat is tegenvallend. <laughs> Ik dacht, we gaan op naar die 200 en dan 1000. En dan ineens is het weer 25 volgers eraf. Kan dus ook. Je bent trending, vet hoor. Oh, hartstikke mooi. We hebben dus een nieuwe hashtag uitgevonden. En we zijn dus viral en. Oh wow, we gaan dus viral en trending. Dat betekent dus dat we heel veel volgers erbij hebben, neem ik aan. Alsjeblieft. Over de 150 misschien weer of niet? Ik hoop het wel. Dat is gewoon iedereen zijn droom. Viral gaan met een video en trending gaan op Twitter of wat dan ook. Ah, oké, okay, hij heeft er maar 15 bij. Nou, lekker viral, zijn. Hoe gaat het met jou? Ah, kijk, hij werkt zich helemaal kapot, joh. Welk niveau zit hij nu? Oh, nog steeds één. Gaat niet echt snel met hem. Hij is niet echt een getrainde jongen of zo die heel erg gespierd is. Maar dat wist ik ook wel. Hij was een, uh, niet echt een gespierde guy. Dat is meer Jasper natuurlijk. En dat heeft hij niet echt overgebracht naar zijn kleinzonen. Ik vind dat het trouwens redelijk goed gaat met de familie. En ik let op zich best wel goed op de benodigdheden die ze nu allemaal hebben, zoals toilet, eten en alles. Uh, dus daar ben ik wel blij mee. Ik hoop dat jullie dat ook zien. Dat ik er iets meer op probeer te letten. En dat het nog steeds niet helemaal lukt, natuurlijk. Maar ik probeer het in ieder geval. Dus, dus sorry als je nog steeds vindt dat ik er slecht op let. Maar ik probeer mijn best dus te doen. Hoe gaat het, Paul? En welk niveau zit jij met uh, DJ training? Oké, okay, hij gaat naar vier dus al. DJ mixen. Mooi. En hij is geen tiener meer, toch? Oh jawel. Oh, en kijk, zijn prestaties op school. Oeh, ik denk dat we helemaal snel even ouder moeten laten worden. Want anders wordt hij nog uit huis genomen misschien straks. En dat wil ik niet hebben. En jij? Jij gaat zeker ook heel slecht op school. Oh, ook echt heel slecht. Oh wacht, misschien moeten we ze dan ook maar zo'n huiswerk laten maken. Kom. Eventjes op zaterdag je huiswerk maken, want uh, morgen heeft hij natuurlijk een kater van het feest en alles. Dus eventjes voordat hij uitgaat nog even je huiswerk maken en jij dan ook maar Bart, want anders gaan jullie echt vreselijk slecht op school en dat wil ik niet. Kom, ga eerst douchen en dan huiswerk maken. Ze hebben natuurlijk ook niet echt de ideale kamer om hier zo ja, wat dingen te doen. Want het is echt hartstikke druk en ze hebben maar één bureau. En dat is natuurlijk een beetje het krappen van het huis. En dat heb ik niet echt aangepast. Want slapen als broers nog steeds in hetzelfde bed. Snap je? Oké, okay, hartstikke mooi. Jij bent bijna klaar met je huiswerk. En jij moet zo nog beginnen, inderdaad. Ja? Oké, okay, jij gaat eerst eten, is goed dan. Daarna wel echt je ja, huiswerk, jongen. Kom op. Het is bijna negen uur trouwens. Dus ik ga ook eventjes het avondeten maken met Ella deze avond. Voor de jongens dus ook. Dat is zijn haar zonen, als ik het goed zeg. Uh, nee, we gaan geen catera inhuren. We gaan bakken. Uh, brownies. Ja, lekker voordat je gaat drinken s'avonds. Voordat hij dus uitgaat, gaan we nog eventjes brownies bakken met Ella. Kom. Kom weer uit die sauna, want daar zit je veel te vaak in. Echt elke minuut van de dag zit zij daarin. Ik moet misschien maar eens werk met haar gaan zoeken, want ze doet echt niks met haar leven. Behalve de borstvergroting die ze toen heeft gehad natuurlijk. Nou, het is bijna 9 uur. Hij heeft eventjes zijn taartje op. En oh, Het is vrij gezellig avond in de bar. Laten we een kijkje nemen. Is goed. Wij gaan gewoon mee met jou. Is goed. Wow, dit kwam echt precies weer op het, op het goede moment. Alleen ik hoop niet weer dat het die hele saaie bar is als de vorige keer. Maar het is vrij gezellig avond dus. En ze heeft echt wel door dat we haar proberen te fixen hoor. Want anders belt ze ons echt niet steeds op. Dat zou ze anders nooit doen. Dus het moet gewoon gaan lukken. Het kan niet anders. Oh, wow. Wacht, dit is de KFC. Ben je serieus? Sims die op zoek zijn naar liefde zijn op de juiste plek. Het is een vrij avond. Dat betekent dat vleuterige, vrij gezellige Sims elkaar voor een spotprijsje op drankjes kunnen tracteren. Oké, okay, Sophia, als je ons hiervoor naar nou hebt gevraagd om alleen gezellig te doen, dan ben je echt de grootste bitch. Echt ooit? Want ik wil serieus gewoon deze avond ervoor zorgen dat wij een relatie krijgen. Je bent echt te. Chill. Of te, te chill, te kut gewoon. Ik wil een, re een relatie met jou. Kom op. Alsjeblieft, laten we naar binnen gaan. Kom, even kijken. Het is trouwens echt de KFC, ja. Oh mijn god, wat doen we hier? Kom, laten we samen aan de tafel gaan zitten. En dan komt er toch echt wel wat van. Alsjeblieft. Of aan de bar misschien, dat we dronken gaan. Weet ik veel. Iets, alsjeblieft. Dankje bestellen voor uh, Sophia Bjergsen. Juist. Oké, okay, kom, laten we gaan. We gaan naar binnen. Wordt dit dan eindelijk de avond dat ze ons gaat accepteren en dat wij dus echt een relatie met haar gaan krijgen? Of gaat ze ons weer honderdduizend keer afwijzen? Ik ben heel erg benieuwd. Oké, okay, er is iets waardoor er geen enkel liefdesdingetje hier zo staat. Er staat gewoon geen liefde meer. Ik kan niks qua liefde doen bij haar nu. Zijn we echt gewoon afgewe afgewezen door haar? Zijn we echt afgewezen? Kijk, meer keuzes. Er staat nergens liefde. Ik kan niks doen met haar nu. Wat is dit? Ik wil een drankje dan voor haar gaan bestellen, want dat deed, ze, deed hij net niet. Drankje bestellen voor. Sophia, kom. Loop met me mee, alsjeblieft. Sophia is net goede vrienden geworden met Paul. Oh, hij komt zo in die friendzone, hè? Niet normaal. Oké, okay, hij bestelt dus nu haar drankje. Ik hoop dat ze daar blijft zitten. Of komt ze naast ons zitten, of wat dan ook. Nou, ik weet niet wat er gebeurt, maar zij geeft ook de drankje niet. Dit wordt waarschijnlijk weer echt een mislukte avond. En dan. Als er nu geen liefde staat. Wat is dit? Waarom lukt het mij niet om een relatie te krijgen met Sophia Bjergsen? Waarom is zij echt het moeilijkste meisje wat we ooit gehad hebben? Waar we juist een relatie mee willen. Oh wacht, hij heeft nu toch wel een drankje besteld. Klopt dat? Volgens mij wel. Als het goed is, wel. Ik weet het niet. Maar er staat nog steeds. Omhelzen dan? Er staat nog steeds geen liefde. Wat is dit, jongens? Waarom niet? Kan iemand mij dit uitleggen? Nou jongens, ik geef de moed op. Ik ga gewoon gemeen tegen haar doen. Ik kan niet eens meer iets met liefde doen. Dus ik ga gewoon weg. Kom, weggaan. Wij gaan gewoon reizen naar de andere club. Om te kijken of daar leuke meisjes zijn. Het is namelijk nog maar half twee s'nachts. Dus wij gaan gewoon reizen in ons eentje. Fuck jou, Sofia. Je bent echt een stom meisje. Je, je wilt gewoon niks met ons. Zeg het dan gewoon vanaf het begin. Wijs me dan gewoon. Ja, dat doet ze ook al eigenlijk. Ja, we zijn gewoon vol afgewezen. Ik kan er niks aan doen. Sophia gaat het niet worden. Zij wordt niet onze vriendin. Hoe jammer het ook is. Maar wij gaan nu op zoek naar een andere uh, bar. Even kijken. In Windenburg moet er vast wel iets zijn. Dit is een nachtclub. Discotheek, pan-Europa. Ik hoop dat het hier druk is. Alsjeblieft. En laat hier dan niet weer Sophia ook langskomen. Want volgens mij lult zij ook echt tegen elk meisje dat wij een slechte jongen zijn. Oh, nee. Wacht. Niet oudere mensen toch. Wat doen zij hier? Wat doen zij hier? De vader van Sophia. Waarom kom ik overal de familie Bjergsen tegen? Oké, okay, er staat in ieder geval een DJ nu. Dus we gaan dansen. Oké. Okay. Ik hoop dat hij een beetje kan dansen. En ik hoop dat het ook wat drukker wordt. Want drie mensen in één zaal. Dat is niet een discotheek. Daar hoor je echt vol te staan gewoon. Sims, please. Wat is dit? Oh, het wordt drukker. Maar dat is een man. Dus daar hebben we nog niks aan. En daar komt een vrouw. Hebben we hier wat aan? Ja deze vrouw niet want die staat er heel raar te doen, Candy Bear. Maar deze vrouw hier. Noah de graaf. Kom, we gaan haar eventjes aardig introduceren. Hallo Noah. Hoe gaat het met jou? Doe jij je pet eens af? Even kijken hoor Noah. Anders fixen we gewoon de DJ vrouw. Hallo. Een genre aanvragen. Kunnen we dat ook doen? House draaien. Ja, draai house. Maar Noah, misschien is Noah wel iemand waarmee we wat kunnen doen. Er staat hier ook geen liefde trouwens. Wat is dit? Kan hij gewoon niet meer de liefde bedrijven met iemand? Omdat het, omdat het hem te veel is geworden? Oh, daar komt hij ook gewoon een geest langs. Hallo, geest. Oh, <laughs> wat? Mimsy. Hoi. Oh, dat is die ene van dat landhuis volgens mij. Ja, kijk, gewoon ook in de jurkje en zo. Die komt gewoon even feesten. Oh, wacht, wacht. We proberen daar op te vrolijken. En dat was dus al een soort van subtiele knuffel. Oprecht compliment geven. Misschien wat, kunnen we nog wat meer doen. Want we kunnen hier dus ook geen liefde weer doen. Ik snap niet waarom. Het is heel raar. Dus ik denk dat wij ook gewoon straks maar weer naar huis gaan. Want het is alweer half vier s'nachts. En er is dus weer niks van gekomen. Het is alweer een teleurstelling. Ik heb gewoon het gevoel dat Paul zijn hele leven lang vrijgezel blijft. Omdat gewoon niemand hem wilt. Het, het lijkt echt erop alsof niemand hem wilt. Dat is het gewoon volgens mij. En komt dat dan door zijn blauwe haar of zo? Nee toch? Dat slaat toch nergens op? Nee, tuurlijk niet. Maar ik heb nou nog nooit een sims met blauw haar gehad. Dus misschien dat het daaraan ligt dat blauwe haarige sims wat minder snel een relatie krijgen met een meisje. Zou kunnen, maar dat lijkt me echt onzin. Nou, jammer genoeg weer met niks thuisgekomen. Ga maar gelijk weer je bed in, Paul. Ik denk dat wij misschien wel gewoon een relatie moeten proberen te gaan krijgen met Bart binnenkort. Want Bart is misschien wel een betere fixer. Want Paul, die kan er gewoon helemaal niks van. Die kan er helemaal niks van. En daar baal ik wel een beetje van. Maar zo is het nou eenmaal. En daar kunnen we ook waarschijnlijk niks meer aan veranderen. Dus als iedereen nou eventjes weer naar bed gaat, dan gaan wij door naar de volgende ochtend. Want het is alweer zondag dan. Ik snap ook niet waarom iedereen nog wakker is. Het is altijd natuurlijk weer. Dus Luc, ga naar bed. Ella, ga ook naar bed, alsjeblieft. Jij, ga ook maar naar bed, jongen. En dan zie ik jullie weer de volgende ochtend waarschijnlijk. Dus tot daar. Het is 8 uur s ochtends en ik denk dat ik hier zo ook bij zondag de dag het maar weer zo gaan laten en ook de aflevering. Wat jullie nou nog vroegen is dat ik weer terug kan gaan naar mijn oude huis, dat ik daar gewoon een bezoekje kan brengen of dat ik misschien weer verder ga of zo met mijn familie daarin. Kan ik een keer doen? Kan ik misschien ook gewoon in de volgende aflevering doen dat ik gewoon een kijkje ga nemen bij mijn oude huis? Als je dat wil, laat het dan zeker eventjes achter. Maar dit was de aflevering weer voor vandaag. Hopelijk vond je hem leuk. Doe nog even een blauw duimpje omhoog als je dat nog niet gedaan had. We zijn dus eindelijk YouTuber geworden. En we zijn echt gewoon volledig afgewezen door Sophia. En zij gaat het dus ook niet meer worden. De hoop is opgegeven. Jammer, maar zo moet het nou eenmaal. Ik bedank je voor het kijken. En ik zeg. Later. Ik ben thuisgekomen. En er is echt heel veel What the fuck? Oh my god!